Hallo kijkers van Shine's Prize, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie voorspellen. Laten we gaan kijken wat er is gebeurd in speelronde 9 van de Eredivisie en natuurlijk de Interland Break. Nederland heeft het niet zo heel goed gedaan tijdens de Nations League wedstrijden. Tegen Hongarije speelden ze 1-1 gelijk en van Duitsland verloren ze met 1-0. Geen goede zaken. In de Eredivisie speelde Sparta 2-2 gelijk tegen Almere City, verloor AZ met 1-2 van PSV, NEC tegen Heerenveen werd 3-0, RKC met Twente op bezoek werd 2-2, dat is wel heel knap, Go Ahead Eagles Feyenoord werd 1-5, Willem 2 Fortuna bleef gelijk, namelijk 0-0, FC Groningen FC Utrecht werd 0-1, Heracles Ajax werd 3-4 en PEC Zwolle tegen NAC Breda werd 1-2. Dan gaan we naar de ranglijst. PSV staat natuurlijk nog steeds bovenaan met 27 punten. Dan komt Utrecht met 22 punten. Ajax op de derde plaats met 16 punten. Ook Feyenoord en AZ hebben 16 punten. Twente op de zesde plaats met 15 punten. Go Ahead Eagles zevende met 13 punten. Willem II en NAC hebben 12 punten. Sparta en Fortuna hebben 11 punten. NEC op de 12e plaats met 10 punten. Groningen en Heracles hebben 9 punten. PEC Zwolle en Heerenveen 8 punten. Op de 17e plek Almere City met 3 punten. En op de laatste plek RKC met hun eerste punt van het seizoen. Dan de voorspellers top 8. Luc is de nieuwe nummer 1 met 84 punten. Dan komt Milan met 82 punten. Stan en Thomas hebben 76 punten. Peter en Rins hebben 74 punten. En Frederik en Jarno hebben 71 punten. De volledige stand is natuurlijk weer te vinden in de beschrijving. En de weekwinnaar deze keer was Thomas. Gefeliciteerd. We gaan wat Europese wedstrijden voorspellen, namelijk Champions League en Europa League wedstrijden. We beginnen met Paris Saint-Germain tegen PSV en Benfica tegen Feyenoord. En in de Europa League hebben we Karabach tegen Ajax, FC Twente, Lazio en Tottenham Hotspur tegen AZ. En om af te sluiten hebben we natuurlijk de Eredivisie wedstrijden die we gaan voorspellen. We beginnen met Almere City tegen NEC. Fortuna ontvangt FC Groningen, PSV thuis tegen PEC Zwolle, NAC in Breda tegen RKC, een soort van derby van Brabant. Heerenveen ontvangt Sparta. FC Utrecht neemt het thuis op tegen Feyenoord. FC Twente tegen Heracles. Ajax in de Arena tegen Willem II. En AZ ontvangt Go Ahead Eagles. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.